Hallo mensen en welkom terug bij een gloednieuwe vlog. Ik ben Mark en vandaag is het 6 augustus. Dit is de eerste vlog die ik opneem in augustus. En vorige week hebben jullie inderdaad kunnen zien dat we hebben kunnen genieten van een weekendje kermis hier zo in het dorp. Het zit er weer op nu, het is weer lekker rustig. De rust is wedergekeerd in het dorp. En ik ben ook weer lekker bezig met mijn video's, wat ik dus die hele week niet heb kunnen doen. Daar ga ik nu weer lekker mee verder, want nog 2,5 week en dan is het zover. Dan gaan we naar Beek. Dan ga ik daar weer een weekvlog opnemen. Dat is vanaf 23 augustus tot en met 30 augustus. Of 31 augustus. Dus een weekvlog van 8 dagen om nabij. En hier zo zien jullie dat ik bezig ben met een video te editen. En ik ben bijna klaar. Ik ga dat laatste stukje nog eventjes afmaken. En dan ja, zijn we lekker bezig zo. En af en toe ga ik eventjes voor de concentratie, omdat ik nu mijn concentratie weer even kwijt ben. Want het is echt best wel veel editwerk. Want ik ben hier nu al sinds gisterenmiddag mee bezig. Ga ik ondertussen eventjes lekker een spelletje spelen op de 3DS. Ik ga de dingen ook eventjes bekijken. Eventjes zorgen dat ik weer genoeg dingetjes kan doen. Want ik wil het gewoon weer een beetje gaan doen ook. Ik heb dit heel lang niet aangeraakt. Super Mario Maker heb ik hier bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel leuk om eventjes te gaan doen. Oh ja, Super Mario Bros. Heb ik ook nog. Ik ga dit in ieder geval nog eventjes doen. En ondertussen zo ook editen. Ik ga zorgen dat ik de video in ieder geval af heb voordat ik met het eten bezig ga. En ik zeg dat ik met het eten bezig ga. Ja, het is nu al 3 uur in de middag namelijk. Dus ik heb nog een middag hier. Maar dan zometeen, als we gaan eten. Voordat we gaan eten, ga ik zo meteen zelf de keuken in. We gaan namelijk lekker pannenkoeken bakken. Dus dat kan alleen maar weer goed gaan. Of fout. Oké, mensen. Ik sta hier nu in de keuken. En achter mij staat het allemaal al klaar. Dus we gaan lekker beginnen. Ik ga mijn telefoon gebruiken. Die leg ik dan bovenop de afzuiger, zeg maar. Dus dan kun je zo naar beneden film ik dan. En dan zien jullie dus wat ik uitvoer. Oké, mensen, we hebben net eventjes lekker gegeten. Ik heb pannenkoeken gegeten. Ik heb mijn gordijnen dicht zitten, dus het is hier best al donker. Dus ik zit eventjes voor een lampje hier zo. En de gamevideo die is afgemaakt. Helaas had ik het niet voor het eten af kunnen maken, maar net daarna. Dus ja, hier staat hij. Hij duurt 45 minuten. Hij is bijna klaar met renderen, dus dat is mooi. Dan kan ik die gaan uploaden en is die klaar voor 12 augustus. Dan ga ik hierna. Er staat dat ik geen opname hoef te doen. Dus ik ben in principe, als ik dit heb gedaan, ga ik nog een aantal. Ja, het is nu gewoon voor de rest een beetje chillen. Dus ik ken een keertje op tijd mijn nest in, mensen. Maar ik ga natuurlijk werken nog even Euro Truck doen zo meteen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Prima op deze manier. Zijn we lekker bezig. En ik weet het niet of jullie het is opgevallen, maar de laatste tijd is het slecht weer. Moet ik eerlijk zeggen. Ik had het beter verwacht, aangezien het zomer is. En dan verwacht ik natuurlijk gewoon net als voorgaande jaren gewoon 25 graden elke dag. In augustus sowieso. En juli, juli, augustus. Wat hebben we tot nu toe alleen maar gehad? Slecht weer. Dus ja, het zal mij benieuwen. Waarschijnlijk als we naar Beek gaan over 2,5 week, dan hebben we waarschijnlijk wel goed weer. Komt natuurlijk omdat we meer in het zuiden van het land zitten dan. En dat is altijd goed. Dus het zal mij benieuwen. Ik ga lekker verder. Ik spreek jullie zo meteen weer. Oké, mensen, ik sta hier nu in de badkamer en het is eventjes tijd om te gaan douchen. Want dat moet natuurlijk ook even gebeuren, de hygiëne is ook belangrijk natuurlijk.
Dus ik ga eventjes lekker douchen en daarna is het tijd om te gaan slapen. En nou, laat ik eerst maar even gaan douchen, want hier galmt het nogal. En dan doe ik zo meteen even buiten de badkamer wel eventjes mijn outro. Dus ik ga even douchen. Zo mensen, ik heb eventjes lekker gedoucht en ik ben helemaal fris en fruitig. Tenminste, fruitig niet, want dat is meestal als je wakker wordt. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu slapen, zodat ik morgenochtend fris en fruitig ben. Ik ga hier zo het licht achter mij uitdoen. En dan houden we dit nog over. Dit kleine beetje licht, mensen, van de kachel hierboven. Maar goed, ik zal eventjes een lampje maken nog. Dat kent trouwens heel makkelijk zo. Kijk, dan heb ik tenminste iets meer licht. Ik hoop dat ik een beetje goed te zien ben. Ik kan even kijken in de spiegel. Ik ben goed te zien. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben we hem genoten. Ik in ieder geval wel. We hebben vandaag dus pannenkoeken gebakken. Jullie hebben dat kunnen zien. Staat ook in de titel. Meer heb ik niet van kunnen maken vandaag. Volgende week of over 2 weken komt er een random video online. Reageren op video. En daarna eindelijk de weekvlog van Beek. Super veel zin in. Daar kijk ik altijd elk jaar naar uit. En er is serieus kans dat we over een paar jaar geen Beek meer hebben. Maar hier zo Den Oever met de flora. Op zich ook wel leuk. Kom ik iedereen tegen die ik ken. Maar Beek wil ik toch eigenlijk wel houden. Dat heeft ook een paar aantal redenen. Maar goed, het is wat het is. We gaan het wel zien. We hebben in ieder geval nu nog Beek en volgend jaar sowieso ook. Dus dat komt helemaal goed. Luna die legt hier, die gaat lekker slapen. En ik ook. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe eventjes een duimpje omhoog, abonneer, reageren. Wilt u andere video's van me zien? Klik daarnaast met de knoppen, hier abonneren. En ik check jullie volgende week woensdag om 4 uur bij een nieuwe video. En oh ja, volgende week nog wel wat leuks in de vlog, want ik ga iets veranderen aan mijn kamer. Dus dat wordt super tof. Tot volgende week. Doei mensen!